laten we een enorme wereld in een schoenendoos bouwen. Stel je eens voor dat je je eigen wereld kon maken waarin alles schitterend en kleurrijk is. Voor deze wereld heb je de volgende materialen en hulpmiddelen nodig. Een schoenendoos met deksel, bladzijden uit een tijdschrift, mooi gekleurd inpakpapier en glitterpapier, kleine poppetjes, natuurlijke materialen zoals mos, takjes, steentjes of zand, glitters, glittersteentjes, kralen, lintjes of knikkers. Velgekleurd doorzichtig papier, pritstick, prit witte knutsellijm, prit posterbuddies, een schaar en een hobbymesje. Onze tip voor ouders en volwassenen? Bij sommige stappen moet er een hobbymesje worden gebruikt. Hou dan toezicht zodat je kind zich niet bezeert. Laten we beginnen. Kies eerst de materialen die je in je kijkdoos wilt gebruiken. Je kunt alles gebruiken wat in de schoenendoos past. Kleine poppetjes, kiezelstenen, natuurlijke materialen. Hoe meer, hoe beter. Je kunt ook gekleurd inpakpapier, glitterfolie of bladzijden uit tijdschriften gebruiken om de binnenwanden van de kijkdoos te versieren. De kijkdoos zelf is gemaakt van een schoenendoos. Je kunt de buitenkant van de schoenendoos versieren met gekleurd papier. Vraag een volwassene om een rond kijkgat van 2 cm in een van de korte zijden van de doos te maken. Laat de volwassene je helpen om een grote opening in het deksel van de schoenendoos te maken, zodat het licht naar binnen kan. Laat een rand van ongeveer 3 cm vrij rondom de opening. Nu kun je de binnenkant van de kijkdoos ontwerpen. Je kunt de binnenwanden van de schoenendoos versieren. Gekleurd inpakpapier, glitterpapier of bladzijden uit tijdschriften met mooie landschappen. Je kunt alles gebruiken wat je wilt. Knip het papier op de juiste grootte en lijm het netjes vast op de wanden met de pritstick. Maak vervolgens je eigen fantasielandschap met mos, takjes, stenen, zand en poppetjes. Glittersteentjes en knikkers zorgen ook voor een prachtig effect. Deze voorwerpen blijven het beste zitten met witte knutsellijm of posterbuddies. Probeer het maar. Ten slotte moet je de opening in het deksel bedekken met felgekleurd doorzichtig papier. Kies een kleur die je mooi vindt. Knip het papier op de juiste grootte en lijm het aan de binnenkant van het deksel om het gat te bedekken. Zet het deksel op de schoenendoos. Je kunt de zon in jouw wereld laten schijnen door de schoenendoos onder een lamp te houden. Nu kan iedereen jouw droomwereld bewonderen wanneer ze door het kijkgat kijken. Wanneer het licht anders is, ziet je droomwereld er anders uit. Leg een stuk donkerder doorzichtig papier over de opening. Kijk eens hoe het lichteffect verandert. Ongelooflijk!